welkom bij Topnames. Mark Veller, jij bent de gast, je bent van Veller Media. Ja. Toen je begon dacht je, nou, het bedrijf moet gewoon naar mij heten. Ja, lastig. Dat is alweer een jaar of vijf geleden. Of was je gewoon een eenmansbedrijf? Nee. Ik ben dat bedrijf begonnen met twee anderen. Een jaar of zes geleden al. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer. Wat ik vooral weet is dat het heel lang duurde voordat we op een fatsoenlijke naam kwamen. En toen dacht ik, nou, Veller is eigenlijk ook wel leuk. Een andere regel is eigenlijk altijd dat werktitels of in definitieve titels worden. Maar wat doen jullie? Ja. Nee, wij produceren online video. Met name voor bedrijven. Ik heb eigenlijk een televisieachtergrond. Dus dat heb ik de afgelopen jaren ook nog wel links en rechts een beetje gedaan. Maar met name op dit moment online videoproducties. En dan moet je denken aan de ene kant aan livestream en live programma's en oplossingen. En aan de andere kant videocontent in de zin van losse kleine programma's of series. Maar altijd, laten we zeggen, inhoudelijke content. Dus we zijn geen commercial bedrijf of geen bedrijf wat animaties of hippe flashy filmpjes maakt. Dat doen we niet. Hey, engage your audience is de ondertitel als je site bij jullie kijkt. Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, wat wij... Dat is fijn dat je dat vraagt, want voor ons is het uitermate belangrijk dat datgene wat wij maken, dat het publiek waar we het voor maken het ook interesseert en daar iets mee, wat mee wil. Als we daar, dat is bijna onze missie. Als dat niet lukt, dan zitten we nutteloze dingen te doen. Dus, als die opdrachtgever een mooi programma heeft gehad en het kwam zelf mooi in beeld, dan is het toch ook goed? Nee. Daar proberen we opdrachtgevers voor te beschermen. Ja. Dus wij hebben wel opdrachtgevers die inderdaad die neiging hebben. En we hebben, denk ik, zo langzamerhand ook wel een positie in de markt gekregen waarbij opdrachtgevers naar ons durven te luisteren. Dus als we zeggen, dat is niet zo verstandig, want dat vindt niemand interessant en dat gaat je publiek niet leuk vinden en dus die content niet engageren, zal ik maar zeggen, dan raden we het af. Ja, wat verstaan jullie onder engageren? Wat moet het publiek met die video, met die... Ja, dat ligt een beetje aan je klant natuurlijk. Dat kan variëren. We maken ook wel, bij wijze van spreken, interne video's. En dan moet het iets, dan heeft het een doelstelling en dat moet iets losmaken bij mensen. Dus dat moet ze aan het denken zetten of dat moet ze inzicht geven in een bepaald proces. Of nee, dat is de doelstelling van de video. Ja, dat is een heel groot gedeelte van wat jullie doen, hè? Corporate markt. Als je het over interne video hebt, dat zijn vaak echt hele gerichte video's waarbij het niet zo van belang is of mensen dat nou heel smakelijke video vinden, maar veel meer van belang is of de boodschap overkomt. Wat is de communicatieve waarde? Ja, maar als het gaat om online video, wat het merendeel van ons werk is, dan is het ook belangrijk dat het publiek blijft kijken en niet halverwege denkt van het zal wel. Ik bedoel, wij hebben heel nadrukkelijk een televisieachtergrond, dus wij zitten continu ook nog met een soort van gevoel van zou ik hier nou willen kijken en zullen mensen nu niet meteen weggaan? Hey, maar zit daar niet ook een spanningsveld in? Je zegt televisieachtergrond. Ja, televisieachtergrond is massamedia, is grote aantallen. Ja, maakt niet online uit. Video maakt is wel klein, is wel een klein aantal. Ja, klopt. Ja, maakt niet uit. Maar als we een kleine doelgroep hebben, dan willen we wel dat die kleine doelgroep en die kijkt, dat die geïnteresseerd is. En dat die het belangrijk vindt wat we maken. Maar hoe leg je dat vast, zeg maar? Want je hebt het ook op de site kijkt, heb je het over return on investment. Dus ik neem aan dat je daar maatstaven hebt. Nou ja, dat vinden we heel belangrijk. Ja. Nou, je spreekt van tevoren met een opdrachtgever af wat de bereiksdoelstellingen zijn. En het is natuurlijk niet zo dat wij dat bereik kunnen genereren, want wij produceren alleen de content en de opdrachtgever zelf moet ervoor zorgen dat dat wordt gedistribueerd. Maar we kijken dan wel. Dit gaat je goed lukken. Zeker. Dat zeggen we heel... Want mensen overschatten dan veel, denk ik. Hè, wat ze kunnen volledig. Ja. Dus mensen komen met hele goede ideeën. Nou, dat gaat iedereen zien. En dan komen ze bovendien ook nog van, ja, dan moet je met een iPhone opnemen en dan dat kost ook bijna niks. En we hebben voor €500 hebben een hele succesvolle video. Ja, het is niet zo. Het komt wel eens voor. Maar dat zijn tienden of misschien promielen dat lukt. Dus je ziet nu ook echt de tendens op internet en met online video dat professionele video steeds meer de user-generated content aan het wegdrukken is. Goed gemaakte professionele video wordt steeds belangrijker. En de kat op de skateboard die begint zo langzamerhand toch echt naar de achtergrond te... Maar dat is ook juist het gat in de markt waar jullie induiken. Dat is precies wat we doen. En dat is ook onze visie. Weet je? Kwaliteit staat voorop. Ja, kwaliteit staat voorop. Is echt het allerbelangrijkste. We moeten goede content maken. En is het dan eigenlijk zo dat we in de fase zitten dat het idee dat je voor online...
met allerlei mindere maatstaven genoegen mocht nemen, dat dat een beetje aan het voorbijgaan? Nee, dat is niet aan het voorbijgaan. Dat is ook een markt. Want je ziet ook bijvoorbeeld, daar wil ik niet smalend over doen, maar er is een enorme MKB-markt. Waar die ook allemaal video op hun website willen. En die kunnen ons echt niet betalen. Dat weet ik zeker. Tegelijkertijd. Bovendien leveren wij ook niet de ROI op voor hun. Hè? Want als zij bij ons een product bestellen voor 15.000 euro... dat gaan ze nooit terugverdienen. Dus, tegelijkertijd investeren jullie wel enorm in dingen als Google Hangout On Air. Waarbij je het mogelijk maakt om via Google Hangout met meerdere partijen discussie te voeren. Waarbij de kwaliteit toch ook niet altijd even. Nou, dat is misschien één keer gebeurd toen wij dat deden met de satellietverbinding vanuit toen voor die Twixmas Borrel. Ik weet niet of je dat. Ja, daar was ik bij. Daar was jij bij, ja. Maar Google Hangout is gewoon full HD en dat ziet er uitstekend uit. En in dat geval, dat was echt een experiment en dat hebben we samen met United gedaan om een IP-verbinding te maken. Nou, Google die vrat dat niet, omdat die ping gewoon te laat terugkwam. Dus dat werd een heel laag niveau. Maar was altijd beter dan dat koperlijntje wat er lag. Dus dat was ook een beetje de gimmick. En bovendien, daarna hebben we hem VOD gezet en stond hij gewoon keurig in HD. Maar wat fascineert jou bijvoorbeeld dan zo in Google Hangout dat je daarin investeert? Onze klanten investeren erin. Wij hebben daar niet bepaald in geïnvesteerd. We hebben daar een keuze in gemaakt. En ik moet eerlijk zeggen dat wij met name door Google zijn gevraagd om daar om dat voor hun klanten te doen. En dat komt omdat wij ook daar weer een professionele benadering hebben gekozen. Ja, Een Google Hangout bij ons is een dure grap. Dat is, dan komen we met serieuze spullen, met serieuze camera's. En bovendien is een Google Hangout echt een heel naar iets om professioneel te doen. Google is, er zit een heel slimme software zit daarachter die eigenlijk bepaalt wat er gebeurt. Zelf schakelt, audio allerlei grappen uithaalt. Dus je moet allerlei trucken uithalen en workarounds doen om te zorgen dat dat controleerbaar wordt. En dat je wat mij heel erg opviel, ik zat laatst in zo'n hangout nu.nl over de Google Glass. Ja, die deden wij. Noem maar op, die deden jullie. Ja, ja. Toen viel mij heel erg op dat jullie inderdaad daar dan een televisielaagje overheen leggen. Ja. Dus je hebt een soort regisseur. Een eindredacteur. Een eindredacteur die zich ermee bemoeit. Die mensen voorbereidt van zometeen komen we bij jou. Ja. Waardoor je heel veel van de communicatiestoornissen die normaal wel in zo'n hangout zitten, eigenlijk er al uithaalt. Ja. En jullie brengen professionele apparatuur naar de plek waar de hangout gecoördineerd wordt. Ja, dat klopt. Dus daar staan gewoon goede camera's, goede microfoons. Nou ja, in dit geval, dit was een vrij kleine, er stond maar één camera. Dus dat viel nog wel mee, maar wel een goede camera. En in dat geval was het ook zo dat het veel meer om de interactie ging. En wat we doen is een live talkshow maken. Dat is eigenlijk wat we doen. En het is fantastisch, want het werkt gewoon goed. Hè? Mensen thuis, de meesten, gewoon een goede verbinding. En het is ook nog eens een hele efficiënte live talkshow. Want ga maar eens een talkshow doen met 10 man. Dat is vrij ingewikkeld. Maar met een hangout lukt dat wel. En zeker als je dat kan regisseren en daar een draaiboek op kan maken. Hè, dat je van tevoren weet van wie gaat er naar wie en wanneer. En er een zekere spanningsboog ontstaat. Maar nog veel belangrijker is, dat vind ik wel aardig om te vertellen, is dat een hangout zelf, hè, zeg maar het live moment. We hebben er eentje met Marco Borsato bijvoorbeeld gedaan. Die werd heel goed bekeken. Er waren echt duizenden kijkers in. Dat was een digital signing. Dat was echt hartstikke leuk. Dat hij dus live handtekeningen zette in de hangout. En die kreeg je meteen digitaal opgestuurd. Daar keken heel veel mensen naar. Maar bijna alle hangouts die wij doen, daar kijken 100 man naar. Dus dat live moment is helemaal niet belangrijk. Het gaat erom dat wij de content halen die we nodig hebben om vervolgens uit te kunnen monteren en te distribueren. En dan is het aan de klant om te zorgen dat het bij de doelgroepen gaat komen. Maar we hebben wel alles dan. Weet je? Daar gaat het om. Hey, als je zegt, voor ons bedrijf is die kwaliteit is heel erg belangrijk. Voor onze klanten ook. Ja. Dat is ook professionaliteit. Ja, hoor. Maar is dat voor het publiek ook belangrijk? Want Marco Borsato had ook, als hij met zijn webcam thuis was gaan zitten, behalve dat het voor hem belangrijk is, maar als hij met zijn webcam thuis was gaan zitten achter die hangout, had hij ongeveer even, had hij vertellen, had hij even veel mensen. Hij was op dat moment was hij aan het livestreamen met zijn. Hij heeft een eigen livestream appje en hij overal waar hij is doet hij meteen een livestream voor zijn fans. Dus ook de hangout werd weggelivestreamd. Dus daar heb je gelijk in. Bij Marco Borsato is nog de vraag. Nee, daar kan je die vraag stellen of je dat moet doen. Afgezien van het feit dat de hele platenindustrie, voor mijn gevoel, wat ik terughoor, klaar is met hangout, omdat het altijd misgaat.
Omdat iedereen, dat niemand verstaat elkaar, het is een bende. Wij testen iedereen die in de hangout gaat. Dus die wordt uitvoerig getest en wij... Maar je zegt eigenlijk, die regie die jullie voeren op die hangout, dat maakt ook dat je ervoor moet betalen wat je... Dat is een dure grap, want het is niet zozeer die apparatuur. Kijk, Schaap, apparatuur is allemaal niet zo duur. Jan Schaap die vraagt op Twitter, van ja, waarom is een hangout bij jullie dan heel duur, terwijl het bij Fast Moving Targets heel goedkoop is? Want wij doen dat het ook niet. Af en toe. Dat weet ik niet. Kijk, als jij voor je Mac gaat zitten en je gaat een hangout doen, prima, hartstikke goed. Maar wij doen dat, en dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken. We hebben bijvoorbeeld voor ING er een gedaan met de CEO. Ja, mag niet misgaan. Dat moet gewoon goed zijn. Ja. En dat moet er goed uitzien. Dus dan kan je zeggen, ja, dan kunnen we best de man voor een Macje zetten. Maar je zet er gewoon een lampje op. Godzegen de greep, we zetten er een lampje op, zetten er goed geluid op. Weet je, het is ook weer geen rocket science, maar we sluiten wel elk probleem uit. Dus dat betekent dat iedereen die in de hangout zat, die deed het, was goed te verstaan, functioneerde. Getest, deed het. We wisten wat ze gingen vragen. Overigens wist die directeur niet wat voor antwoorden die, of wat welke vragen die kreeg. Maar wij wisten het wel, zodat we geen dubbeling van vragen kregen. Zodat we geen hele onzinnige vragen kregen die helemaal niet relevant waren. En je dus uiteindelijk binnen een half uur alle vragen te pakken hebt die relevant zijn binnen het onderwerp. Ja. En ja, daar verpest je in ieder geval niet de kostbare... tijd van je kijkers. Een vraag van Rudy de Groot, Ed Reach geheten, gaat eigenlijk over, zeg maar, ik weet niet of het een spanningsveld is of dat het dingen zijn die gewoon naast elkaar bestaan en blijven bestaan, maar hij zegt vele media pretendeert, en dat is hoe je interpreteert wat je net zei, dat professionele content, user-generated content voorbij gaat streven. Ja, hij zegt, dat lijkt me ongefundeerde informatie. Jij zegt, het is al zo. Ja, dat is echt zo. Kijk maar naar de toprating. En dan neem ik even YouTube als belangrijkste bron. Dat is eigenlijk wel vrij belangrijk. Als je daar naar de belangrijkste en de best bekeken dingen kijkt, dan zie je dat televisie is, tv-fragmenten, die steeds meer, dus dat is professionele content. Dat zijn hele belangrijke firewalls, laten we zeggen de Volvo firewall die we gezien hebben. Gewoon professioneel door bureaus gemaakt. Door bureaus gemaakte. En die halen echt zo langzamerhand de grote aantallen. En dan zijn er ook nog dingen die lijken user-generated content, maar zijn gewoon gemaakt door bureaus. Is het niet. En dat is echt, vergeleken met een jaar of 2, 3 geleden, is dat echt een heel groot verschil. Ik ken die cijfers niet, maar dat is een harde indruk die ik heb. En ik kijk dagelijks naar YouTube en wat er gebeurt en belangrijk is. En ik kom daar zelden meer user-generated content tegen. Ja, dan komt de volgende vraag inderdaad van Peter Boer. Is dan oké, laten we het uitgangspunt nemen dat mensen professioneel ogende video willen. Hij zegt aan de andere kant, dus low cost is volgens mij tegenwoordig wel heel erg belangrijk, videoproducties. Hoe zie jij die ontwikkeling? De andere markt. Bij onze klanten die wij bedienen zijn niet geïnteresseerd in low cost producties. Punt. Wel efficiënt, bedoel, wij zijn. Ik kom uit de televisieindustrie. Wij maken binnenkort een groot showprogramma. Waar voor een van onze klanten, wat een wereldwijd live programma gaat worden. Dat maak ik voor een budget waarvan ik denk dat het een derde is van waar je een normaal Nederlands televisie showprogramma voor zou maken. Dus het is wel degelijk zo dat wij niet de extreme dure standaarden hanteren die in de commercial industrie of in de broadcast industrie worden gehanteerd. Ik bedoel, daar zitten we echt ver onder. We werken efficiënter. Is dat dan zo? Ja. Als ik jou bij TED zie, wat jij vanaf het begin doet, TED Amsterdam. Dan zie ik ook kranen en... dan denk ik van wat is nou het verschil tussen wat jij dat doet is of, echt... of als je United had ingehuurd of een andere producent. Wat is dan Of is dat een showcase voor je? Nee, ik bedoel, zie je hoeveel mensen daaromheen lopen en zie je hoeveel mensen er rondlopen bij een tv-programma. Ja, dat scheelt nogal. Ja, dat bedoel ik. En het zit hem niet zozeer in die kraan, want die kost een paar honderd piek. Weet je, zit hem veel meer in het aantal mensen wat je rondom zo'n productie inzet. Wat een fractie zal zijn van als je dat klassiek televisie zou doen. Ja, en waar zit hem dat dan in? Want uiteindelijk in het eindresultaat. Ik vind het een intrigerend onderwerp, want in het eindresultaat, daar zie je het eigenlijk niet aan af. Nee, maar dat zal ik. Is het dan alleen maar efficiënter werken? Of nee, dat zijn twee dingen. Dat is efficiënter werken en wat nog veel belangrijker is bij televisie, is dat je, zeker als het een live programma is, daar mag echt niks fout gaan. Dus ieder serieus groot live televisieprogramma
is volledig dichtgespijkerd. Ook met mensen. Dus bij wijze van spreken, elk klein taakje, daar staat een mannetje die dat moet afborgen. En moet zorgen dat dat gaat gebeuren. Ja. En wij, dat soort risico's bij bijvoorbeeld bij een TED, die nemen we gewoon. Die nemen we. In een ander geval moet je dubbel uitvoeren. Zeg maar. Ja, precies. Weet je, daar staan we een dag lang te livestreamen en dan gaat wel wat mis. Ja, oké. Okay. Nou, so be it. Dat is allemaal niet zo heel erg. Nou, dat. Dat hey, je zegt nu, we gaan eigenlijk. Ik kom van de televisie, zeg je. Veel wat we doen is voor bedrijven werken. Maar nu gaan we ook een show maken die ook televisie zou kunnen zijn. Waarom ben je van televisie weggegaan? En interpreteer ik het goed als je eigenlijk nu weer online richting televisie gaat? Ja, dat was de gedachte in de strategie. Ja. Ja, vijf jaar terug dacht. Nee, dat moet ik een beetje inleiden. Ik heb de laatste jaren van mijn televisiewerk vrij veel in gesponsorde televisie ook gezeten. En ik moet eerlijk zeggen dat gesponsorde televisie, en dan heb ik het niet over primetime gesponsorde tv, dus ik heb het niet over zondagochtend, zeg maar. Talkshow zondagochtend, bedoel je? Nou, dat is dan nog niet eens. Dat is gewoon verkochte televisie. Dat is nog weer wat anders. Dat, okay. Dat wordt ingekocht. Maar gewoon programma's waar sponsoring in zit. Laten we zeggen een beetje de. Nee, ik ga geen namen noemen. Maar er zijn heel veel zaterdagmiddagprogramma's of nachtprogramma's. Op de, dan niet op de RTL 4, maar wel op de 5 en de 6 en de 7's. En de, die gewoon gesponsord worden. Dicht gesponsord worden. En sterker nog, die kosten veel meer dan ze aan inkoop kosten. En er moet nog een fors bedrag betaald worden aan de zender om dat uitgezonden te krijgen. En ik vond dat richting die klanten echt niet fair meer. Omdat daar keek geen hond naar. Dus daar keken dan 5000 of 10.000 man naar. En dan werd het nog eens een keer herhaald, nog een keer in de nacht. Nou, de vraag was of die mensen überhaupt wat gezien hadden waarvan Kahlo zei. Bovendien, met dat soort kijkgetallen zijn de cijfers ook heel onbetrouwbaar. Want hoe lager je kijkcijfer, precies, is nog maar één kastje. Dus als die iemand in slaap is gevallen, dan. Nou, dat vond ik echt niet meer ver richting die adverteerders. Die betaalden echt heel veel geld. De televisie is nog steeds een schaars medium. Er wordt nog steeds veel voor betaald. En dat leverde in mijn optiek helemaal niets op aan die partij. Dus je zag ook steeds meer gefrustreerde adverteerders, sponsoren van programma's die dan, die ook allemaal leuke en mooie dingen wilden in dat programma. En dat kon allemaal niet. En nou, er zaten ook nog natuurlijk weer redactiestatuutachtige dingen in, waardoor ook weer heel veel beperkingen waren. Die soms ook inhoudelijk zelfs vervelend waren dat je die beperking had. En toen online video begon, was ik ervan overtuigd. Nu gaan bedrijven kunnen zelf hun eigen content gaan maken. En kunnen zelf. Zonder die schaarste. Zonder die schaarste. Zelf die content maken. Zelf distribueren. Zelf hun doelgroepen opzoeken. En dat moet hele goede content zijn. Want anders gaan die mensen niet kijken. Zo simpel is dat. En het geld gaat niet zitten in de distributiekosten aan de kant van de zender. Maar gaat gewoon zitten in zo goed mogelijk content. En neem je mee in marketing. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel fantastische voorbeelden van. Ja, toch in jouw televisietijd was je. Ja. Je hebt ook formats ontwikkeld. Ja. Hart van Nederland. Is een van de dingen uit jouw koken. Die heb je volgens mij vanaf dag 1. Hart van Nederland heb ik ontwikkeld. Heb je echt ontwikkeld en bedacht. Heb je verkocht aan SBS. Ja. Ik denk dat je daar ook trots op bent, op dat soort grote merken. Ja. Wat zijn nu de dingen waar jij trots op bent? Nou ja, TED is natuurlijk een hartstikke mooi ding. Dat hebben we in Nederland echt neergezet. Ja, maar het is niet jouw format, weet je. Wel in Nederland. Dat het opgenomen wordt. We waren in Nederland volgens mij TED nummer 6 toen we ermee begonnen. Of TEDx nummer 6 in de wereld. Of 7, iets in die orde. We hebben daar is wat anders dan een programmaformat ontwikkelen. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. TED bestond. En dat kwam naar Nederland en dat nee, maar dat was een worden. Jawel, maar dat nee, ja, maar zo was het niet. Ik bedoel, we hebben daar meteen heel veel omheen gecreëerd. Dus we hebben zowel een contentreeks aan de voorkant neergezet. We hebben tijdens het event hebben we heel veel gedaan, zowel aan de interviewkant als aan reportages, duiding. We hebben dat als een journalistiek product dat beschouwd. We hadden ook meteen al de sponsoren voor die daar hartstikke enthousiast over waren en die dat financierden. En daar een format van gemaakt. En dat was een uniek format. Want dat format, dat hanteren we nu nog steeds. Weliswaar doorontwikkeld en op sommige punten groter gemaakt. Sommige punten hebben we dingen weggehaald. Maar dat format hanteren we nog steeds. En ook als het gaat om het creëren van content rondom conferenties. Hè, een event is in wezen contentproductie. Op het moment dat je daar camera's voor zet en je doet dat goed, creëer je hartstikke goede content. Je conferentie
veel meer waarde geeft. Nou, dat is wel wat wij bewezen hebben in Nederland met TEDx Amsterdam, denk ik. Ja. Dat vervolgens iedereen dat is gaan doen. En dat is prima, dat vind ik fantastisch. Ja. Dus TED, ben je trots op? Wat nog meer? God. We hebben een hele mooie serie gemaakt voor Achmea. Waar zijn wij mee bezig? Dat is al een tijd geleden. Waarbij we dagelijks reportages maakten over maatschappelijke onderwerpen. Nou, dat was eigenlijk een eerste, gepubliceerd via nu.nl, was eigenlijk een eerste stap, zeg maar, die aansloot op wat ik net vertelde met Weg van TV. En dat was ook wel een unieke concept, omdat dat was nog nooit eerder gebeurd. Voor het eerst werd er via internet op een dergelijke manier video ingezet. Nou, ben ik echt trots op. God joh, we hebben EOF gedaan bijvoorbeeld deze zomer. Olympische jeugd spelen. Ja, daar hebben we het hele concept voor neergezet. Het was echt een heel groot project. Dat hebben we samen met Infostrada gedaan. Ja. Zoals je weet aan de productiekant. Nou, daar zijn geloof ik 250 video's gemaakt. En bereiksresultaten die we daar overigens organisch hebben gehaald. Daar is helemaal niets op geadverteerd. Waren echt by far grootste van wat er ooit is behaald. Nou, daar word ik ook heel vrolijk van. Maar bijvoorbeeld ook, ik weet niet of je die gezien hebt, de laatste trailers die wij gemaakt hebben voor TEDx Amsterdam. Met generaal Van Uhm en Mark de Hond. Dat zijn hele mooie films geworden. En daar zijn we heel trots op. Dus, ja. Ja. Jij refereerde aan Hart van Nederland als format waar je aan de wieg hebt gestaan. Ja. Nu, je bent niet meer afhankelijk van de beperkingen van televisie. Je hebt nu de wereld ligt weer aan je voet. Zou je niet weer meer eigen formats willen gaan maken? Ik doe niet anders. Vraagt Johan Schaap. Ik doe niet anders. Weet je, dat is ook het vervelende van ons vak aan het worden, hoor. Want kijk, het mooie van Hart van Nederland is, je bedenkt het en je produceert het en dat gaat vliegen. En dat is fantastisch. Ja. En dat verdient ook heel veel geld. En dat is heel leuk. En er zijn wel meer formats die ik heb neergezet die dat deden. En ja, dat is heel fijn. En daar kan je rustig achteroverleunend naar kijken en heel blij mee zijn. Wat wij voor onze klanten doen is iedere keer weer een nieuwe intake maken. En dat lijkt ontzettend, zeg maar, op hoe ik vroeger met zenders bezig was. Van oké, waar zijn jullie nou op zoek? Waar zit de gaten in de programmering? Welk publiek wil je aanspreken? Nou, dat is zo'n heel soort briefing. En daar ga je dan een format op bedenken. Dat is wat wij voor iedere klant weer doen. Dus iedere keer maken we weer een ander type format. Dus om een voorbeeld te noemen, die grote show die we gaan doen. Ja, dat is weer een compleet nieuw format wat we daar aan het neerzetten zijn. Echter, dat is een jaarlijks event. Dus dat doen we helaas één keer per jaar. Ja. Nou, zo hebben we heel veel formatjes die je iedere keer moet bedenken voor een klant. Ja. Ja, de meest controversiële uitspraak die je vanavond hebt gedaan gaat over die user-generated content in relatie tot... Ja, gaat men erop los? Rudy de Groot die zegt 80% van de online content is user-generated. Ja. Dus ik heb het over succesvolle content. Ik heb het niet over... Maar het is wel een belangrijke toevoeging. Ja, nee, maar dat bedoelde ik. Ja, nee, ik heb het niet over... Nee, ik denk dat... Volgens mij zei je dat ook trouwens. Hoor. Maar... Ja, toch? Ja. Nee, het verdrinkt, de succesvolle content wordt echt... Nog een vraag van Bert de Boer dan. Velle Media, jullie doen veel in opdracht. Doen jullie alles? Of is er ergens een grens inhoudelijk? Of is elke saaie jaarcijferstream ook oké voor jou? Nee, wij zijn geen facilitair bedrijf. Dus als wij worden gebeld voor een saaie jaarcijferstream, dan zeggen wij, daar zijn andere bedrijven voor die dat heel goed kunnen en waarschijnlijk ook voor minder geld. Dus op het moment dat er inhoud aan toegevoegd moet er dan een journalistieke laag overheen? Als er een journalistieke of een inhoudelijke of een formatere laag overheen moet. Maar iemand die jou belt en zegt, nou, de CEO die geeft vandaag een speech van een half uur en kunnen jullie dat livestreamen? Dan zeg jij van, nou, het zal wel. Nou ja, weet je, mijn ondernemersbloed zal daar kruipen waar het meestal dan naartoe gaat. Maar dat is een commerciële overweging. Dat zou wel eens een nieuwe klant kunnen zijn. Ja. Maar op het moment dat het beeld zou ontstaan dat wij dat soort dingen doen, nee. Maar zodra die klant zegt van wij doen dat al 10 jaar en die CEO van ons die ziet er iedere keer niet uit en het licht ziet er niet uit en het geluid is slecht. Er is geen interactie en willen jullie iets moois van maken? En bedenken eens wat? Dan sta ik meteen Nou, dat vind ik toch wel een mooi onderscheid tussen het simpele registreren van dingen en het iets willen toevoegen aan... Ja.
Ja, wij zullen nooit simpel registreren als echt product hebben. Dat is niet wat we willen. Daar zijn andere bedrijven voor die dat goed hebben. Online video is nu jouw core business. Kijk eens 2, 3, 4, 5 jaar vooruit. Wat jij af en toe natuurlijk doet met je bedrijf. Ja. Waar gaan we heen? Ik zie de komende 2 jaar een enorme groei in wat wij doen. Maar ook aan de onderkant van de markt. Dus ook de minder dure producties. Dus dat gaat nog wel door. Waar ik bang voor ben, is dat de online video wereld, zou ik maar zeggen, steeds meer gedomineerd gaat worden door de grote spelers. Hè. Dan hebben we het over de Googles en Facebook's, who else? IBM doet niet meer mee. En wat betekent FaceTime dat dan voor jullie? Nou, ja, Skype dat, hebben we nog. Dat betekent dat de distributie steeds meer weer in handen gaat komen. Dat is echt heel apart, want ik ben weggegaan uit de broadcastwereld omdat de distributie daar een issue was. En ik heb het gevoel dat distributie een uitdaging gaat worden, zal ik maar zeggen. Om te zorgen dat je publiek nog kan bereiken. Het aanbod wordt enorm groot. Dus wij groeien nu ook heel hard als bedrijf. Het gaat echt als een raket op dit moment. Dat zal nog wel een jaar of twee doorgaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat weer gaat afvlakken. Omdat op een zeker moment kan je met z'n allen hartstikke mooie content maken. Maar als je het niet meer bij je publiek krijgt. Of het wordt gedomineerd. Online video wordt gedomineerd door content die gewoon uit Amerika wordt geproduceerd. Tegen honderdvoudige budgetten als waar wij hier iets kunnen doen. We zitten met een kleine markt hier. En dat is echt wel een punt. Maar dat is nog geen issue. Maar ik zie dat wel komen. Ik zie wel ook gebeuren. Hè, met een Netflix ook. En dat ook contentpartijen steeds dominanter gaan worden. Grote internationale contentpartijen steeds dominanter worden op online video. En daarmee lokale producties steeds meer gaan wegdrukken. Omdat je kan er maar eenmaal één keer tegelijk naar een video kijken. Ja. Dus, ik zie het ook al. Ik denk dat de impact van dingen als Netflix is, denk ik, op de langere termijn veel groter dan we nu denken. Ja, nou ja, dan komen we weer terug bij die opmerking die ik maakte. Netflix is ook gewoon professionele online video content. Ja, super professioneel. Ja, dus de kijktijdaandeel van professionele content online wordt alsmaar groter. En, dus dat, nou ja, die kant. Ontzettend bedankt. De komende 2 jaar zit je nog goed en daarna wens ik je veel sterker. Ja, dan wordt het knokken. We moeten internationaliseren. Dat is wat je moet doen. Ja. Heel ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. We danken Streamzilla voor het mogelijk maken van deze stream. Dat jullie hebben kunnen kijken. Je weet het, ook wij zijn afhankelijk van YouTube daarnaast. Daar kun je de uitzendingen terugkijken. En ze worden natuurlijk geplaatst op Fast Moving Targets. Iedere week ook een van de uitzendingen uitgewerkt te zien via Marketing Facts. Dus volg ons ook daar. Dankjewel, tot volgende week. Dag.